halve B-finale. En we gaan kijken wat hier allemaal kan gaan gebeuren vandaag. Met onder andere Sien Dijsselbloem. Die zie ik daar ook eerst van neer. Hem Dijsselbloem met een zijn op de eerste plek. Sven Derksen, Sam Verhoeven, Jay van den Bom, Jurgen van der Haar, Tim Leleu. Niks van de week. En dan van Nisselhoi is het een Dijs die daar mooi vooraan gaat. En neemt met zich mee de man van Uitwieken. En dat is iemand in de kant. En Derksen. En Derksen op twee komt Jurgen van der Haar. Daar naar de buitenkant kan die daar. Derksen iets meer overnemen van die man van de Hoest. Lijkt het op dit moment over zijn. Hier zit hij natuurlijk wel aan de binnenkant. Dus dat is alleen maar rustig. Voor die 97 daar valt 7 van den Boom. Maar het is Rens Dijsselbloem die het sterkst is in deze B-finale. En met deze dan ook zijn naam zal gaan schrijven. Rens Dijsselbloem in de B-finale van de 12 jaar voor FC Zeven. Het kan geen baan zijn die.